Hier in Almere heersen terror en overvallen. Overal in en rond Almere worden overvallen gepleegd. De winkel hier achter mij is al 2 keer in korte tijd overvallen. Bent u wel eens getuige geweest van een winkeldiefstal? Ja, verschillende keren. En voelt u zich nu nog wel veilig als u naar een winkel gaat, supermarkt gaat? Ja hoor, ik ben niet zo bang. We zijn ook bij de politie geweest, maar die hadden helaas geen tijd om te reageren. Is deze winkel wel eens overvallen? Nee, tot nu toe niet. En daar zijn we wel heel blij mee hoor. Want in de omgeving wordt er wel eens overvallen, ja. En hier het personeel, is daar nog onrust? Nee, niet dat wij hier erg bang voor zijn. Voelt u zich wel veilig als u naar een supermarkt gaat? Ja, zeker. Ja. U wordt niet bang door al die plakaten hier aan de muur? Nee, ik heb eigenlijk helemaal nog niks meegekregen. Hebben jullie al verschillende acties ondernomen om het tegen te gaan? Nee, we hebben alleen maar een poster gehangen en voor de rest geen actie ondernomen, nee. Nee. Ja, die posters zien we overal, maar hoe komen jullie eraan? Wat zijn het precies voor posters? We hebben het van de politie en het zijn posters om mensen te laten weten dat er gewoon overvallen moeten stoppen. Kort geleden hebben inbrekers geprobeerd om ook hier in te breken. Maar het alarm ging af en daarvan schrokken de inbrekers zo erg dat ze zijn weggerend. Hier zie je het resultaat van de ravage die ze hebben aangericht. Maakt u dat banger met al die plakaten? Nee, het maakt me niet zozeer bang. Het is wel dat ik er dan wat meer op ga letten. Dat je het meer in de gaten gaat houden.